Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. In deze video is de bedoeling dat we eens gaan kijken hoe dat zit met tweelingvlammen die in afscheiding, dus die in separatie, als je het in Engels wil zeggen, zijn en omdat er geen communicatie is. Dus dat wil zeggen dat je weet dat je zelf een tweelingvlam bent. Misschien kan je al jouw tweelingvlam of heb je enig idee of een vermoeden wie dat je tweelingvlam is. Maar is er dan niet echt daar communicatie rond? Of is er geen communicatie terwijl je wel weet wie de tweelingvlam is? Dus daarvoor is deze video. Ik heb deze kaarten al geschud en dan gaan we die straks gebruiken. We gaan eerst een grotere kaart. En hetgeen wat onmiddellijk naar boven komt is de lovers, maar omgekeerd. Maar dat is inderdaad wel zeggen dat er nog sprake is van een separatie. Waarin dat nog niet altijd helemaal duidelijk is wie of wat dat jullie voor elkaar betekenen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan nodig ik je graag uit om te abonneren op mijn kanaal. Dat helpt mij om gemakkelijker te verbinden met de mensen die naar de video's kijken. En natuurlijk om nog meer mensen te bereiken die de boodschappen in deze video's en mijn andere video's natuurlijk kunnen gebruiken en nodig hebben op dit moment. Want jammer genoeg zijn er nog veel mensen die vastzitten en die niet goed weten wat of hoe daaruit te geraken. Dus op deze manier help jij mij en ook al de anderen. Zo, we gaan eens kijken wat dat de kaarten zijn voor jullie connectie. Mocht je dat zelf willen, dan kan je ook een individuele reading natuurlijk aanvragen. Dat kan je gemakkelijk via de linkjes onder deze video. Of via mijn website, dan surf je gewoon naar www.schoolvoorrecensie en dan kies je dan daarvoor tweelingvlam reading. Moest het zijn dat je zelf in een projectproces zit liever en je wilt graag antwoorden op je vragen, dan kan je ook een reading bij mij reserveren, maar daarvoor is het misschien best dat je eerst met mij contact opneemt, zodat ik kan inschatten of dat het inderdaad voor jou dit nu op dit moment de beste oplossing is. De reden daarvoor is omdat ik eigenlijk niet zoveel tijd vrij heb om dergelijke reading te doen. Daarom richt ik mij vooral op tweelingvlammen. Dat belangrijk is dat zij in hun proces stappen en het nodige werk gaan doen. Wat zien we hier aan de onderkant? Nine of Challenges. Dus waar jij nu op dit moment moet op focussen en eigenlijk mee bezig mag zijn, is eigenlijk ervoor zorgen dat je zelf al je bekers en alle glazen vult. Dat je zelf de bron van je eigen vervulling brengt. Dat je eigenlijk alle vervulling, alles wat je zoekt bij een partner, wat we altijd geleerd hebben en geconditioneerd over zijn, dat je dat eigenlijk gaat zoeken in jezelf en via de verbinding die je hebt met je team en je bron. Aan de andere kant, dan zien we, kijk, je hebt twee manieren. En hier, wat dat hier vooral opvalt, is ook het teken. Het yin-yang-teken. Dus dat je eigenlijk die eenheid eerst brengt in jezelf en dan ga je pas later ook die eenheid zien in je connectie. Hier zie je ook twee soorten kristallen. De ene is een cirkel, een bol eigenlijk, en de andere is meer met een punt. En dat staat ook weer symbool voor de mannelijke en vrouwelijke energie in deze reading. Dus daar ligt de focus eigenlijk in jouw connectie als je nu naar deze video kijkt. Dus het maakt niet uit wanneer je naar deze video kijkt, ook al is het een jaar van de dag waar ik het opneem, het maakt niet uit. Het gaat over de boodschappen die hier nu naar boven komen en dus verbonden zijn met de mensen die sowieso aangetrokken zijn om de video's te bekijken. Wat zien we verder? Hogere zelf en Seeker of Crystals. Dus waar je allebei, zowel jij als jouw tweelingpartner, ik zeg tweelingpartner, dat kan een tweelingvlam zijn, kan een tweelingziel zijn, maar een andere zielspartner kan natuurlijk ook. Omdat jullie eigenlijk geleid worden door jullie eigen hogere zelf. Dus zowel jij als jouw partner hebben elk jullie eigen team. En jullie team houden rekening, bewaken eigenlijk ieders proces. Zowel jouw proces, het proces van jouw partner, maar er is ook een apart team specifiek nog voor de connectie. Waarom? Omdat het belangrijk is dat je daarop focust. Want het is belangrijk dat je eerst die vrouwelijke energie in jezelf gaat gaan healen, om van daaruit te leren je eigen leven van vorm te geven. Dus dat is de reden als er nu geen contact is en er is een scheiding, dat is de reden waarom dat die scheiding en geen contact er is. Omdat je gevraagd wordt om te focussen op jezelf, om te focussen op je eigen realiteit. En dan gaan we zien wat dat de Quantum Tarot, ik ben eventjes aan het spieken naar de namen, ik ben vreselijk aan het onthouden van die namen. Wat de Quantum Tarot nog meer erover te zeggen heeft.
Het eerste wat ik voel is dat het belangrijk is dat je leert geduld ook hebben. Dat je leert de zaken hoe dat je het geleerd hebt te doen. Dat leert eigenlijk los van te komen om het op een andere manier te gaan doen. Daarom was ik ook helemaal in gedachten verzonken terwijl ik de kaarten aan het schudden was. En leek het alsof dat ik eventjes hier helemaal weg was uit wat ik nu aan het doen was. Dus het is belangrijk om te focussen op het nu en om heel bewust met alles bezig te zijn. Heel bewust met de dingen die op je pad komen. Ik ga eerst twee rijtjes van vier kaarten leggen en dan gaan we verder bespreken wat dat de boodschap hier is. En mijn neus jukt vreselijk. Dus misschien is dat ook een teken voor iemand die last heeft van jukkende neus. Zo, wat dichter leggen. Zodat jullie dat beter kunnen zien. Voilà. En dan gaan we zien naar de onderkant. De onderkant is de Ace of Wands. Dus wat dat eigenlijk staat voor een nieuw passioneel begin. Je kan het zien in liefde, maar hier voelt het voornamelijk aan, ook verbonden met het proces waar je zelf doorheen gaat. Dat je eigenlijk zelf weer die passie moet, dat je voelt voor je anderen, voor iemand anders. Dat je die passie eigenlijk in eerste instantie voor jezelf gaat gaan gebruiken. Om je eigen vlam weer te gaan ontwaken. En dan zie je eigenlijk hier twee atomen. En dan eigenlijk, hier is het ook van de mannelijke en vrouwelijke energie in balans leren gebruiken. Leren ontdekken welke wonden zijn er in je mannelijke energie, welke wonden zijn er in je vrouwelijke energie. Op welke manier uitzicht dat in je gedrag en in de relaties, om het van daaruit dan verder te gaan healen. En hoe meer je dat gaat gaan doen, maar kijk, dat is hetzelfde teken, ook zo'n wand, maar het is omgekeerd. Hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer dat je ook gaat leren om die Mars-energie, die energie van actie, dus die pure mannelijke energie, die zuivere energie, om dat meer en meer te gaan gebruiken in tandem met de vrouwelijke energie, maar vanuit de geheelde versie. En dus niet vanuit de vervormde versies. En dat gaat jou die Nine of Pentacles brengen, zoals jij hier ook bezig bent. Dat gaat jou stabiliteit brengen. Dat gaat jou evenwicht brengen. Dat gaat jou meer inzichting brengen. Maar wat wordt er dus gevraagd om daartoe te komen? Er wordt gevraagd om eigenlijk weg te lopen. Om echt te gaan zitten en te gaan kijken, net zoals we hier net gezien hadden, hè? Die negen bekers, om te gaan kijken van, oh kijk, ik zie wat eronder ligt. De Two of Flames ligt onder de negen bekers. Dus wanneer dat jij de negen bekers gevuld hebt en weet wat dat jou vervult, dan gaat jouw tweelingvlam dichter komen. Dan gaat jou weer in contact komen. Dan gaat er weer communicatie zijn. Maar dus jij moet eerst gaan zoeken van, wat is dat mij vervult? Wie ben ik? En eigenlijk alles wat je ooit geleerd hebt, alles dat je als normaal hebt gezien, dat één voor één gaan aankijken. Want dit is de emperor, de keizer. En dat is echt heel hard verbonden met de mannelijke principe. Dus eigenlijk de autoriteit. Maar ook hoe dat de maatschappij eigenlijk nog steeds een invloed heeft op jou. En ook hier krijgen we eigenlijk weer de Two of Wands. Wacht, ik ga dan een keer de kaarten bijleggen. Eigenlijk deze en deze, dat zijn twee dezelfde kaarten. Natuurlijk met andere afbeeldingen. Maar dus je ziet, hoe meer je dat gaat gaan doen en meer gaat gaan verbinden met wat dat jouw vervulling brengt, waar dat je hart toe spreekt. En die passie jezelf weer gaat laten ontvlammen. En eigenlijk die eenheid die jezelf gaat meer en meer gaat gaan healen. Dat gaat jou ook gewoon individueel succes brengen. Three of Pentacles is voor mij eigenlijk altijd de kaart van individueel succes. Waarom? Omdat succes is die voortkomt vanuit de dromen die je houdt. Die voortkomt vanuit de passie die je had. Die voortkomt vanuit het fundament dat je gecreëerd hebt in jezelf. En dat gaat je succes brengen. Niet alleen in je eigen fysieke wereld, niet alleen in je eigen realiteit, maar ook gewoon dan in je connectie. En dan zien we de tweede rij waar dat er gebeurt. Dus eigenlijk is het een verhaal dat we aan het vertellen zijn. Maar dan zie je dat hier de King of Cups staat. Dus eigenlijk jouw tegenpartner eigenlijk gaat dan in zijn eigen vrouwelijke energie stappen, waardoor dat hij eigenlijk dan die King of Cups wordt. En de King of Cups, die is perfect in staat om ook zijn emoties op een goede en gezonde manier te gaan uiten. Zonder te zeggen, of gewoon ook ruimte te houden. En dat is wat je vaak ziet in het begin. En dat is vaak ook de reden omdat we in separatie gaan, waarom dat er geen communicatie is. Omdat we elkaar veel te vaak triggeren in de wonden die we hebben.
En dus hoe meer dat jij dat hield voor jezelf, hoe meer dat jouw mannelijke energie, zeker als jij de vrouwelijke energie bent, maar hoe meer dat de mannelijke energie in staat zal zijn om ook ruimte te houden voor je emoties en de overweldigende wonden en wat dan ook waar we doorheen gaan. Ik heb dat vaak in mijn eigen connectie ook vaak gemerkt, waar dat in het begin mijn tweelingvlam, dus vooral de mannelijke energie in zich draagt, wanneer dat ik in mijn emoties en in mijn kwetsbaarheid stapte, voor hem was dat veel te overweldigend. Voor hem kwam dat over als veel te emotioneel. Wat dat hij ondertussen geleerd heeft om daar ruimte in te geven. En dat is wat dat mannelijke en vrouwelijke energie doen. Vrouwelijke energie, dat is zoals de water, dat stroomt alle kanten op. En dat kan inderdaad heel overweldigend zijn. Dat kan ene moment heel rustig kabbelen een beetje zijn, en ander moment echt een tsunami van water en emoties. En dus de mannelijke energie moet daar leren mee omgaan. Omdat de mannelijke energie is eigenlijk de rivierbedding, de structuur, het glas waar je water in zit. En dat biedt structuur aan, maar het mag het ook niet te beperken, want het water moet ook zijn eigen weg kunnen vinden, zijn eigen moet kunnen blijven stromen. Dus het mag niet gewoon tot stilstand gebracht worden. En dat is een mate dat jij meer zelf leert met eigen emoties omgaan, onder leiding van je hogere zelf, leert hoe je dat dan kan vormgeven in je realiteit, hoe meer dat je mannelijke energie ook dat gaat leren. En ook hier, dat vraagt natuurlijk ook dan van je mannelijke energie om zelf naar binnen te gaan. Om zelf ook te gaan kijken van, oké, waar kan ik mijn beker mee vullen? Waar brengt het mee vervulling? En dan ga je zien dat we eigenlijk tot deze kaart komen. Dat is de derde kaart in het deck. En dat is altijd de Empress. De Empress, die eigenlijk de tegenhanger is van de Emperor. Je ziet, ze is hier ook zwanger. Je ziet hier ook een deel van de maan. Dat is ook weer verbonden met emoties. Je ziet hier ook water. Die schittering. En het teken van vrouwelijke, van Venus en de vrouwelijke energie. En dus hoe meer dat jij leert vanuit je vrouwelijke energie en je mannelijke energie te stappen en je leven vorm te geven, hoe gemakkelijker dat is voor de mannelijke energie om inderdaad daar ook in tegemoet te komen, daarin die gezonde rol in te nemen van die mannelijke energie en in zijn emperor in zelfenergie te stappen, om dan eigenlijk inderdaad het perfecte counterpart en wederhelft te zijn van de Divine Feminine, van de vrouwelijke energie. Maar dat vraagt dus eerst dit helemaal of allemaal zo goed als mogelijk in orde te brengen. Om dan uiteindelijk het vrouwelijke principe nog veel meer tot uiting te laten komen. Want dat is die overvloed, dat is geboorte geven aan iets nieuws, wat in de meeste gevallen niet onmiddellijk een fysiek kind is, maar gewoon in eerste instantie ook de relatie. De relatie is ook een derde element, een hele relatie. Maar dat kan ook een bedrijf zijn dat je samen gaat doen. Dat kan ook een missie zijn die je samen gaat gaan vervullen. En bij een aantal mensen inderdaad ook fysiek een gezin en dan nog kinderen. En dan komen we uiteindelijk tot de laatste kaart. De eventjes zien we liggen ondersteboven. De Knight of Cups. En die benadrukt eigenlijk nogmaals het belang van een idee te hebben. Om, zoals ik hier ook gezegd heb, de visie voor ogen te houden. Hetgeen waar je echt heel passioneel in gelooft, dat is hetgeen dat je nu op dit moment echt voor ogen mag gaan houden. En jezelf afvragen van, wat spreekt er tot mijn hart? Wat laat mijn hart letterlijk in vuur en vlam staan? En dat, ongeacht wat er gaande is, ongeacht wat er jou getoond wordt in de 3D-wereld, om daar aan vast te blijven houden, om dat voor ogen te blijven houden en dat als eigenlijk je doel voor ogen houden. En laat je zeker ook niet afleiden of misleiden, zou ik bijna zelfs zeggen, door wat de anderen zeggen wat dan mogelijk is en niet mogelijk is. Als jij een diep verlangen hebt en je voelt diep van binnen dat mogelijk is, blijf vertrouwen. Als jij niet meer vertrouwt in jouw droom en in jouw passie en in het wat jij voelt, ja, dan gaat het niemand anders doen. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid. En dan gaan we nog een aantal extra aanvullingen doen. We kunnen ook de video niet te lang maken, zodat het echt hapklare informatie is voor degenen die dat wel die nodig hebben. Want we hebben allemaal drukke dagen natuurlijk. En dan hebben we Bearing Fruit. Kijk, opnieuw weer een teken dat wanneer dat je het nodige werk doet, wanneer dat je investeert in jezelf, wanneer dat je naar binnen gaat, wanneer dat je healing brengt in jezelf, hoe meer dat het in je realiteit en dus ook in je connectie gaat duidelijk worden dat er inderdaad veel meer dingen gaande zijn dan wat dat jij nu op dit moment denkt. Dus gebruik niet
Nooit te nimmer, zeker in zielsconnecties zoals tweelingvlammen, tweelingzielen en diepe high soulmate connecties, gebruikt nooit de realiteit als een maatstaf om te weten of dat je iets op het goede pad zit, of omdat iets goed gaat, of dat zelfs iemand bij je past of niet. Nooit. Maar volg wat je voelt. En eens kijken van welke vlam wat je mee zou kunnen samenwerken. En wat de extra informatie van de engelen van Atlantis hebben. De kaarten kleven aan elkaar, dus ik ga een paar keer energie uitkloppen. Ja, dat is het. Transmutation, yes, of course. Dus de engel en de energie waarmee je samenwerkt is de aartsengel Michael. Is verbonden met Isis. En dat is eigenlijk hier ook weer Isis en Horus. Dus een mannelijke en vrouwelijke energie. En dus transformatie en de transmutering erin, de verandering daarin. Zij is eigenlijk jouw stepstone, je stapsteen naar het volgende in jouw connectie. En je kan werken met violet, paarse, zilveren vlam. Die gaan jou helpen in het verder healen van de stukken waar je nu tegenaan loopt. En dan nog van mijn eigen dek een aantal boodschappen. Om terug naar eenheid en liefde te komen. Voilà. En dan gaan we nog één op deze. Alle één van deze, ik bedoel van één van dit deck, want liggen hier, jullie kunnen net iets zien, maar mijn deck, de decks dat ik gemaakt heb, liggen hier allemaal op elkaar. Dus mocht je zelf vastzitten, mocht je meer willen leren over hoe dat eigenlijk onvoorwaardelijke liefde in een relatie en in een tweelingvlamconnectie werkt, wat dat de tools zijn om jouw tweelingvlam eigenlijk dichterbij te brengen en meer die eenheid te creëren, dan nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn website. Daar zijn verschillende trajecten ondertussen aangepast en gemaakt, gecreëerd om jullie daarin bij te staan. Dus kijk eens hoe dat er tot jou spreekt op dit moment. En mocht je daar meer informatie of meer ondersteuning of meer inzicht willen krijgen wat dat best is voor jou op dat moment, dan mag je mij altijd een mailtje sturen. Verder, wees bewust van je emoties, maar laat je niet misleiden. Ja, dat is een hele moeilijke en een hele lastige voor veel mensen, omdat we gewoon zijn om ervan uit te gaan dat wanneer je angst voelt, dat je het niet moet doen. Maar vaak is het ook zo dat we doorheen die muur van angst moeten breken om buiten onze comfortzone te treden. Dus het is echt belangrijk om echt te leren het duidelijk en op een goede manier die emoties te vertrouwen. Vertrouw het plan van het universum en je bent een voorvechter van liefde. En wat krijgen we dan verder nog? Soms doen we alsof omdat we de werkelijkheid vrezen. Dat is waar. We doen liever alsof dat we gelukkig zijn, omdat we weten dat we anders keuzes moeten maken die niet altijd zo comfortabel zijn en dat we dus een beeld doorheen die angst moeten. Als je iemand lief hebt, wees dan niet zuinig en toon het ook, deel het ook. En ware liefde is dat je jouw ziel herkent in de ziel van een ander. En dat kan heel angstaanjagend zijn. Want je ziet niet alleen natuurlijk de goede dingen, ook de schaduwen. En meer nog, de schaduwen worden gespiegeld. En dat is de reden waarom dat we in die separaties geduwd worden. Door onze ballast. Niet door de liefde die er is, maar door de ballast dat we elk met zich meedragen. En dus net daarom is die transmutatie en het aan jezelf werken super belangrijk. Zo, ik hoop dat jullie heel wat inzichten en boodschappen dan mogen ontvangen, zodat je weer wat verder kan in je eigen proces en in je tweelingvlamconnectie of tweelingzielconnectie of zielsconnectie. Mocht je vragen hebben of resoneren, laat het mij gerust weten via de comments onderaan deze video. En ik doe mijn best om op elk comment gepast te reageren. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een vast hele fijne dag en tot morgen. Dag!